Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Het is nu vrijdag, maar vanaf aanstaande maandag ga ik jullie doorheen een dieet nemen dat ik eigenlijk ga doen. Dus ja, het wordt een video over enkele maanden dus verspreid. En ja, ik ga heel mijn journey bij jullie delen. Dus ja, ik weeg nu ongeveer bijna 100 kilo. En ik wil graag teruggaan naar mijn 75 kilo. En waarom wil ik dat doen? Ik voel mijn eigen niet echt goed in mijn vel. Dus vanaf maandag neem ik jullie mee in een extreme weightloss. Allee, in een weightloss adventure. Al ik de 80 halen heb ik ook al goed. Dus ja, ik wil graag met jullie en dan een weightloss challenge doen. En ja, ik ben echt blij dat ik zo'n video voor jullie eigenlijk kan maken. Dus dit is eigenlijk mijn weight loss journey. En ja, waarom doe ik dat? Ik wil eigenlijk graag mijn weight loss journey bij jullie delen. Omdat ik eigenlijk een beetje, ja, ik wil mijn ervaringen bij jullie delen. Ook als het niet goed gaat, ook als het wel goed gaat. Ik wil mijn ervaringen bij jullie delen in mijn weight loss journey. En dat kan alleen maar door, ja, echt elke dag een foto te maken of elke dag te filmen en hoe ik me eigenlijk voel diezelfde dag. En ik heb met mij een challenge gesteld. Als ik 10 kilo kwijt ben, ga ik dus voor truitjes of voor nieuwe kleren ga ik dan naar Rosada, naar, ja, dat is het outletcentrum. Allee, outlet. Designer outlet Roosendaal, wil ik het zo zeggen. Dan ga ik daar naartoe en met 10 kilo. Dus ja, ik ga heel die journey bij jullie delen. En ook door mijn weight loss te filmen, kan ik zoveel meer gemotiveerd raken. Dus ik ben nu echt in opperste motivatie. Ik ga zelfs niet meer naar de action gaan voor drankjes gaan. Dus de drank dat hier nu staat, moet op zijn tegen maandag. Want op maandag ga ik geen frisdrank meer drinken, ga ik alleen maar water drinken. Dus dit is een van de laatste Arizona's dat ik nog heb. En dan heb ik nog een paar cola's. Dus cheers boys. Dit is de voorlaatste Arizona dat ik heb, dus cheers. Maar nee, maar wat ik wil is eigenlijk mijn weightloss journey bij jullie delen. Het gaat me heel veel motiveren om door te blijven gaan. Ik ga elke dag voor jullie een stukje filmen hoe dat eigenlijk met mij gaat die dag. Ik ga het ook misschien moeten doen met behulp van pillen. Maar misschien dat me wel gaat helpen. Plus beweging. Ik ga ook veel bewegen. Dus ik ga ook filmen als ik ga bewegen. Ik ga ook mijn dieet ontdoen. Ik heb een speciale app. Ik heb een app waarmee ik mijn dieet kan volgen. Die app noemt Food. En met die app ga ik eigenlijk mijn dagelijks wat ik eet, ga ik dan opschrijven. En ik mag in totaal, ik heb mijn doel aangepast aan een bepaald aantal weken. Ik mag 1777 calorieën eten. Ik mag er niet over zitten. Ik mag hoeveel gram koolhydraten, doel 244 gram koolhydraten. Eiwit mag ik er 66 gram eten. En vet mag ik maar 59 gram eten. Maar ja, koolhydraten, door het moeilijk te dingen te. Dus wat moet ik gaan eten? Ik ga veel slaatjes moeten gaan eten. Nu dat de zomer aankomt, gaat dat lekkerder zijn. Dus mijn weight loss journey ga ik over enkele afleveringen leiden. Dus ja, het gaat niet maar één aflevering worden, maar het gaat er misschien elke week ga ik wel een aflevering opnemen. Dus vanaf nu start eigenlijk mijn ding om weight loss. En maandag start ik eigenlijk volledig met de video, maar dit is eigenlijk zo'n beetje de intro. En vanaf maandag neem ik jullie heel de week mee. En jullie guys dan. Ik ga misschien elke week een aflevering posten van My Weight Loss Journey. Totdat ik eigenlijk aan mijn streefdoel ben. En dat is 80 kilo. En ja. Dus vanaf maandag starten we echt met Weight Loss Journey. En ja. Ik ga elke dag gaan bewegen. Minstens een half uur. Dus ja. En ik ga salaatjes eten. Ik ga minder vetten eten. Ik ga niet meer naar de action gaan voor drank. En beweging totaal. En ik zie jullie guys maandag. Ik ga nog genieten van mijn weekend. En vanaf maandag starten we volledig met de challenge eigenlijk. Allee, dat is niet echt een challenge. Maar vanaf maandag starten we. Ja, dit is eigenlijk een nieuwe serie. My Weight Loss Journey. En ik wil jullie graag in betrekken. En hopelijk hebben jullie veel respect voor mijn beslissing van deze video. En My Weight Loss Journey, here I come. En door deze video te maken ga ik te veel kijken. Dus nieuwe serie, My Weight Loss Journey. Let's go! Yo boys and girls, en het is maandag nu momenteel. En dit is de start van mijn dieet. Start van mijn Weight Loss Journey. Dus vandaag is eigenlijk de echte start. Ik heb vrijdag een paar fragmenten gemaakt. Voor de start eigenlijk. En ik kan jullie met trots mededelen dat dit mijn tweede fles water van de dag. Dus ik ben goed bezig met water drinken.
ik blijf gehydrateerd. Maar nu, het is dus middag, 10:50. En wat heb ik als lunch gegeten? Ik heb dus een koolslaw van All Seasons van de Aldi gegeten. Dat is 240 calorieën voor 300 gram. Dan heb ik 32 gram bruin brood gegeten, dat is 76 kilocalorieën. En 54 gram ontvette ham van de Aldi, van Delphine. Dat was 60 calorieën voor 54 gram. Dus in totaal heb ik nu met mijn lunch 376 calorieën gegeten. Ik maak er nog 1401 vandaag. En vandaag is het dus nog overschot van de Chinees van gisteren. Dus ja, dat wordt een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje minder eten deze avond. Dus ja, ik voel wel dat ik goed gevuld ben. Dat ik toch erdoor kan kruiken tot deze avond. Dus ja, hopelijk gaat mijn weetjourney wel goed zijn. Die koolslaw was echt lekker. Iets proberen. Ja. De biet ga ik misschien nog even een wandeling maken. Wat zien aan het weer. Ik ga eens zien hoe dat het weer er voor de komende uren uitziet. Misschien dat ik nog een klein wandelingetje kunt maken. Maar ik heb heel veel gewerkt op vandaag op werk. Dus heel veel stappen gedaan. Maar zoiets ga ik er nog zetten, denk ik. Het weer voor de komende uren. Tot 2 uur gaat het regenen. Ja, ik kan nog wel gaan wandelen. Wat ik kan. Dit was dus dag 1 van. Allee, dit was dus de middag van dag 1. Ik neem jullie sowieso mee als ik ga wandelen. Is het niet bij mijn camera, is met mijn gsm. Dus let's go. Dag 1 is al. Middag 1 is al goed verlopen. Dus ja, let's go. En nu ben ik dus onderweg om eventjes te gaan wandelen. De eerste dag en direct gaan wandelen. Dus ja, let's go. Hier achter mij is school. Maar ja, probeer ik niet te filmen. Dus ja, let's go. Wandelen. Kan me goed doen. Ik heb een ander wandelingsje gepakt. En ja, let's go. Ik ben nu eventjes gaan wandelen. Let's go. En nu ben ik dus thuis geraakt. Ik ben ongeveer 20 minuutjes weg geweest voor te gaan wandelen. En ja, 20 minuten dat ik moest even mijn kop leegmaken. Alleen mijn kop niet leegmaken, maar 20 minuten dat ik even tijd had voor iets te sporten. En ik ben dus gaan wandelen dan juist. 20 minuten weg geweest, 20 minuten beweging. Nu kun je weer goed aan de namiddag beginnen. Allee, aan de rest van de namiddag. Ik heb wel wat vocht verloren, dus ga ik ook wat vocht bij innemen. Ik heb dus mijn ik heb dus gedronken. Ik heb wat vocht bij gehad. Het gaat moeilijk worden om ze weet niet meer te kunnen iets te eten. Maar het wordt echt moeilijk worden. Dus misschien ga ik nog een platte kaas kunnen zweten. Calorieën. Minder calorieën dan een wafel of zo. Dus ja, ik ga wel een klein slaatje eten. Een klein slaatje. Voor nog iets minder te hebben, ze weet. Dus ja. Ik ga nu eventjes, ja. Ik weet niet wat doen. Zien hoe ik de namiddag overleef. En als ik iets ga eten, update ik jullie sowieso in deze video. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Het is nu dus vrijdagochtend en ik heb me net gewogen. En van 96,8 ben ik naar 95,2 gegaan. Dus 1,6 kilo kwijt op 4 dagjes tijd. En waarom is dat? Ik heb dus mijn frisdrank dat ik uit de Action heb meegebracht, altijd gelaten. Ik heb nu dus een paar dagen geen update kunnen geven. Vanaf dinsdag heb ik geen update meer gegeven, dus ja, maandag heb ik dus al een update gegeven. Dinsdag heb ik dus een mueslireep met chocolade van Aldi in de ochtend gegeten. Dan in de middag rauwkost met rostomaten en kipfilet in een slaatje gemaakt. Dan bruin brood, 64 gram. Vette ham van Aldi was ook 34 gram. Mijn lunch kwam in totaal 350 calorieën. In de avond hebben we gevogelte pita gegeten met gekookte spirelli. Met baguettes. Met rauwkost ook. Daar heb ik 50 gram van gegeten. Van die gevogelte pita heb ik 137 gram gegeten. Dan heb ik nog een currysausje bij gegeten. Dat was 67 kilocalorieën. En avondeten kwam 1069 kilocalorieën. Woensdag heb ik aan de avond niet kunnen doen omdat we dan friet hebben gegeten en dan wist ik sowieso dat ik er over ging zitten. Dus dus woensdag gaan we eigenlijk niet meer zien. Donderdag heb ik, dus zoals gisteren, heb ik koffie met melk en tealight gedronken in de ochtend. 12 calorieën. Heb ik 6 muesli bars in de middag gegeten. Muesli reep, hazelnoot, Millville. Dat was 543 calorieën. En dan een stukje appelcake, Araceba. Een stukje appelcake eigenlijk. Van 171 calorieën. Dan in de avond hebben we een wienerschnitzel gegeten.
Gestormde aardappel was 173 gram was 148 kilocalorieën. Light main ei van de Vos Lemons was 70 gram was 34 kilocalorieën. En dan Piccolo Deli Pain Aldi was 149 gram was 357 kilocalorieën. En vandaag heb ik nog niet opgeschreven omdat ik vandaag nog niet ontbeten heb of nog niks met calorieën gedronken heb omdat ik puur op mijn water bezig ben. Dus ja, let's go. Dit is een beetje een update van hoe dat de situatie nu is. Ik ben echt blij dat ik die 1,7 kilo kwijt ben. 1,6 kilo kwijt ben. Het is echt, was echt een dingetje dat ik zo van... Ja, ik ben ze eindelijk kwijt. En ja, leuk. En ja, volgende week, donderdag, moet ik sowieso... Kan ik misschien niet aan mijn dieet doen, maar ga ik de dag erna echt wel beter. Volgende week donderdag gaan we naar een communiefeest van mijn neefje en mijn nichtje. En dan moeten we daar waarschijnlijk heel veel eten. Dus ja, dat ga ik niet kunnen... Dat gaat een cheat day ergens zijn, maar de enige cheat day in zoveel dagen. Dus ja, let's go. Dus ik zie jullie guys straks of morgen terug met een nieuwe update. En let's go. En nu is het dus maandag 23 mei. En ik ben ondertussen terug 500 gram bijgekomen. En het is dus van 1,6 terug naar 1,1 gaan. Dus dat kan altijd eens gebeuren dat je er terug bij komt. Maar ik ben toch 1,1 kilo kwijt op 1 week. Dus. Maar vanaf nu ga ik me altijd wegen op vrijdag. Dus dan kan ik de video eigenlijk afsluiten op vrijdag altijd. Dus ja. Dus op vrijdag ga ik me wegen omdat ik op maandag... Weekend is eigenlijk zo een beetje cheating of zoiets. Ja. Op weekend cheat ik meestal wel eens. En cheaten op... Dat is wel cheating, hè. Niet echt cheaten. Ah ja, je weet wat ik bedoel. Maar dan is dat eigenlijk zo'n beetje dat ik in het weekend ietsje meer eet. Maar ik ga het niet meer doen, maar ja. Dus dit was zo'n beetje de eerste aflevering van My Weight Loss Journey. En hopelijk hebben jullie genoten van deze video. En in de eerste week 1,1 kilo kwijt. Let's go. En we zullen wel zien hoeveel dat we er de volgende week kan kwijtraken. Hoeveel ik er de volgende week kwijt ben. Zullen we wel zien. Dan wordt het een iets langere aflevering, denk ik. Dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Renato Dylan. En dit wordt een serie, My Weight Loss Journey. Let's go. Bye bye.